En dan beginnen we met de middenspits. De Silky Terrier. De Japanshin. De Mopshond. En de Pomeranian. Ook zij per twee. En van beide seksen. En our selection. Directly from tree, I think. In de selectie. De Pyreneese berghonden. De mopsen zitten erbij. En ook nog de Pomeranian. En graag uw applaus voor de prachtige koppels die de ring verlaten met onze felicitaties. We gaan ze even op hun plaats komen zetten. En dan lopen ze van daaruit. Ja. De pommetjes, de Pomeranians, zijn de kleinste van de keeshonden, de dwergkeeshondjes. Meestal zie je ze in het oranje, zoals hier, maar ze zijn in zowat alle kleuren toegestaan. Er zijn heel wat kleuren van Pomeranian. De pugs. Very, very popular in the 17th century. In the Netherlands, we even have a song about the mops. I would sing, but you don't understand. So, het is inderdaad zo dat velen van u kennen het. Hè? Toen onze mops een mopske was, toen kon hij vriendelijk zijn. Ja? Enzovoorts. Wel, dat gaat over dit hondje. De pom, de Pomeranian. Of de kleinste van de keeshonden. De keeshonden die trouwens genoemd zijn naar een Nederlandse patriot, Kees Gijsbaard, die heel wat keesen of heel wat hondjes bij zich had. En het eindigde om de Kees zijn honden er keeshonden van te maken. En zo is de naam keeshonden ontstaan. En ondanks dat zijn ze toegewezen aan Duitsland. Les chiens montagnes de Pyrénées, of de Pyreneese berghonden. Specifiek aan die ras, je ziet het misschien niet zo goed van hier, maar ze hebben dubbele wolfsklauwen achteraan. Ils ont des double ergots à l'arrière. En de derde plaats bij de koppels is voor de mopshonden. Dat is niet genoeg. Dat vind ik echt niet genoeg voor een derde plaats. Dat is mooi. En de winnaars, faites vos jeux, zijn de Pomeranians. En op nummer 2, les chiens montagnes de Pyrénées. Amen.